Akagera National Park, managed by African Parks, is Central Africa's largest protected wetland and the last remaining refuge for savanna-adapted species in Rwanda, home to more than 8,000 large mammals and 500 bird species. Unfortunately, some of these animals, like the elephant, are disappearing rapidly because of the increased amount of heavy poaching across the globe. The rhinos already disappeared, but were reintroduced recently. In order to improve wildlife protection, Shadowview introduces smart parks. Since most national parks have no basic internet coverage, we start by covering the conservation area to collect data from sensors we distribute across the park. Wat we hier doen is een opstelpunt maken van het LoRa-netwerk midden in Akagera National Park. Wat we doen is een verbinding leggen met de andere opstelpunten totdat we bij het hoofdkwartier komen, de control room. Wij zetten daar dan in eerste instantie antennes in. Dat is een LoRa-antenne en dat zijn wifi-antennes. Zo hebben we dus hier signaal voor het hele gebied met het LoRa-netwerk. We provide sensors to securely track wildlife, rangers, vehicles and anyone entering the fenced area. And we also install gate sensors. Ze hebben, voordat we hier kwamen, hebben ze een mast gebouwd. Wij hebben de punten aangewezen, dit zijn de hoogste punten, waarmee we in eerste instantie alle voertuigen gaan tracken. En in een later stadium dus ook de neushoorn, de leeuw, de olifant en eigenlijk alle andere dieren of voertuigen die ze willen volgen. These guys, they are really perfect. When we started working together up to now, they don't even have time to waste. They are always from morning up to late hours. They have a purpose why they are here in Africa. In the patrol, we use a car. Sometimes we use a helicopter to arrive in the area very difficult, and we do the patrol for foot patrol. When we find the poachers, we arrest them. We send them on the police, and the police send on the court. By placing location trackers on endangered animals in the park, their position will be shown on the map in the control room. The data is processed and presented in an easy-to-use web application. This is called situational awareness and is very important in modern wildlife conservation. With locations updated every minute, the rangers are able to detect threats more easily. The heat map functionality provides a valuable view on the long-term roaming areas of the animals, tourists, and park personnel, which is important for park management and overall security. Nou, wat we doen voordat we alles de mast inbrengen, is eigenlijk alles testen. In dit geval is het belangrijk dat de zenders het doen. En de kast, daar zit eigenlijk alle actieve apparatuur in. En die zorgt dat alles samenkomt. Daar zit ook stroom in, zit een accu in. En dat de kabel nog heel is. Je kunt je voorstellen dat met alle transport hier over deze wegen, dat die apparatuur veel klappen krijgt. Dus we testen alles voordat we weggaan en voordat het de mast ingaat, checken we alles. Meten we alles door en ook als het hangt, meten we alles door. Richten we alle antennes uit, kijken we of we goed bereik hebben. En ja, dit is nummertje 6 en we gaan er nog 3 doen. Since 2016, Shadowview has already improved wildlife protection and park management in 2 national parks. With your support, Shadowview can turn more wildlife reserves into smart parks.